Het is wel droevig om te zeggen. En ik dacht, als ik met pensioen ga, is de jeugdzorg een stuk beter. Daar heb ik ook aan meegeholpen, maar hij is slechter dan ooit. Ja? Echt zo. In Nederland krijgen 478.000 kinderen jeugdzorg. Dat is meer dan 1 op de 10. Toch wordt er al jarenlang bezuinigd. In de serie Verloren Jongeren volgen we 4 jongeren die vanuit jeugdzorg komen en nu ze 18 zijn, zelf de regie moeten pakken. Wanneer je onder een tunnel ligt te slapen, en je bent helemaal fucked up, wie is er dan voor jou? Niemand. Er is niemand. Je moet het echt zelf doen. Nu gaan we langs bij de mensen die hen daarbij moeten helpen. Zij gaan tegen de stroom in en durven buiten de lijntjes te kleuren. Deze keer spreek ik met Erik Jongman. Ik hou van moeilijk. Dat zit een beetje in mijn aard. Dus ik hou wel van moeilijke problemen. Dus ik krijg vaak ook overal waar ik werk de moeilijkste gasten. Erik werkt als gedrags- en psychotherapeut met de zwaarste probleemjongeren. Hij spitst zich de laatste jaren toe op de top 600. Een ranglijst van 600 Amsterdamse jongeren die veelvuldig in aanraking komen met justitie. Jij behoort bij het team dat de jongeren helpt die in de top 600 zitten. Kun je me überhaupt even vertellen wat de top 600 is? Ja, het is ooit bedacht door burgemeester Van der Laan, die overleden is, met zijn hoofdcommissaris en politie en wat andere mensen. Officier van justitie, om te kijken hoe gaan we nou die 600 veelplegers in de stad, want dat is een beetje bij toeval. Volgens mij hebben ze het eerder over 500 gehad of 300 zo. Maar uiteindelijk kwamen ze eruit op dat moment dat er ongeveer 600 veelplegers waren die veel delicten pleegden in Amsterdam. En die op de radar waren van de politie en natuurlijk ook wel al veroordeeld waren. Want je ziet dat veel de grootste groep heeft wel een lage intelligentie. Dus dat je ziet dat ook wel dat een rol speelt. Ook wel heel erg veel trauma, heel veel gezinnen die al heel veel problemen, schulden, met van alles aan de hand was. Dus dat is eigenlijk wel de bottom line. En die komen dus wel vaak uit dezelfde wijk ook, uit Amsterdam, waar heel veel armoede is. Waar heel weinig goede scholing is, waar heel weinig netwerk is, positief netwerk, waar heel veel andere dingen zijn. En waar dus wel de straatjongens vaak de baas zijn. Maar de grootste groep van mij, jongens, wordt eigenlijk begint het gesodemieten in de tweede helft van de basisschool. En eigenlijk zeg jij, dat is al te laat. Nou, dan moet je full-blown erop gaan. Erik heeft een missie. Gezinnen met problemen zo snel mogelijk in het vizier krijgen en met een stabiel netwerk langdurig hulp verlenen. Omdat hij merkt dat kortstondige hulp nergens toe leidt. Zo blijkt ook uit cijfers. Stel, je hebt 10 van dit soort jongeren. Zou je een soort van schatting kunnen geven hoeveel van de 10 jongeren met meervoudige complexe problematiek? Nou, er zijn 8 van de 10 vallen terug op dit moment van die top 600 in de wetenschappelijke onderzoek ongeveer. En ik denk dat dat een heel ingewikkeld beeld is. Want wat ik zelf zie is dat als je mij een jaar geeft en ik ben met 10 jongens gestart, dat waarschijnlijk ook maar 8 jongens, dat 8 jongens nog steeds crimineel zijn en 2 niet. Als je kijkt over 4 tot 6 jaar, dan heb ik er wel een stuk meer uit. Dan zie ik wel dat ik wel misschien naar 40% van die wat zwaardere doelgroep ga, die ik uit de ellende haal en uit de criminaliteit. Maar niet in 1 of 2 jaar tijd of zo. Dat is veel te snel. Zitten er vaak met alles in. In de serie Verloren Jongeren zien we Xaron die vanaf zijn 14e tientallen instanties afliep, zonder dat dit tot het gewenste resultaat heeft geleid. Ik ben 100 keer verplaatst in heel Nederland door geweest. Als ik het hele rijtje afga, dan was het van Steenwijk was het naar Hilvarenbeek. Van Hilvarenbeek was het naar Wapenveld. Van Wapenveld was het naar Meppel. Van Meppel was het naar Zetten. Van Zetten was het weer terug naar Meppel. Toen ben ik daarna nog een keer naar Zetten geweest. Toen ben ik vanuit Zetten ben ik naar Eelde geweest, ligt vlakbij Groningen. En vanuit Eelde ben ik toen naar een vakantiepark gestuurd vlakbij Giethoorn. Omdat er toen was ik nog net geen 18, toen was ik al weggestuurd bij alle instellingen. Toen moesten ze nog onderdak voor me regelen, dus betaalde de gemeente dat op een vakantiepark. En vanuit daar ben ik hierheen gestuurd, op mijn verjaardag. Erik startte zijn carrière 30 jaar geleden in zo'n gesloten jeugdzorginstelling, Harreveld. Wat is er nu aan de hand met de zorg? Waarop gaat het nu niet goed, waarvan jij zegt, als dat verandert, dan hebben we meer ruimte om te helpen? Het is wel droevig om te zeggen, en ik dacht, als ik met pensioen ga, is de jeugdzorg een stuk beter. Daar heb ik ook aan meegeholpen, maar hij is slechter dan ooit. Ja? Echt zo. Ja, toen ik op Harreveld werkte, was er ook
stuk minder kennis. We hebben veel meer kennis over problematiek. We hebben veel meer kennis over trauma, over autisme, over ADHD. Maar wat je ziet is dat het totaal niet vaak toegepast kan worden, omdat de systemen op dit moment zo eigenlijk tegen elkaar inwerken dat kinderen vaak de dupe van zijn en gezinnen. Dus die hele transitie die heeft met de moeilijkste groep ervoor gezorgd dat eigenlijk de mensen die in die wijk zitten veel te laat in die moeilijkste gezinnen binnenkomen. Als je kijkt naar degene die eigenlijk wat dat betreft vanuit schaamte, vanuit onmacht, vanuit schuldenproblematiek, kijk maar naar de toeslagenaffaire, kijk, al die dingen, als je daarin natuurlijk niet hebt gekregen, dat hele netwerk, en je hebt ook niet het vertrouwen meegekregen dat die maatschappij er voor jou is, dan ga jij niet zomaar een hulpverlener toevertrouwen. Je gaat niet zomaar mensen binnenlaten in je huis. Dus wat je ziet is dat die gezinnen veel te laat in de zorg komen. En eerst begint het, klassiek, jongetje of meisje is ingewikkeld, zit op de basisschool. En dan gaat vaak in groep 2, 3, 4 gaan de alarmbellen rinkelen. Dan zeggen ze, hij is druk, hij luistert niet, hij staat op wanneer hij wil, hij maakt ruzie, je kan hem niet aansturen en dan moet hij naar speciaal onderwijs. En dan begint eigenlijk al, dan moeten alle 1000 alarmbellen al aan, want dat betekent dat we het kind al aan het kwijtraken zijn. Want die moet dan soms naar een andere wijk. Die ouders hebben al het gevoel, zie je, we hebben gefaald. Die hebben vaak al ruzie met de basisschool of voelen zich niet begrepen. En daarin vind ik dat we heel erg te laat zijn. En dan zie je dat het echt, hey, als ze bij mij komen, hebben ze soms al 20 hulpverleners. Ik heb jongens gehad die hadden al 40, 50 hulpverleners gehad voordat ik ze zag. Wij zullen een intake gaan doen. Wij noemen dat een HOI, een herstelondersteunende intake. Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt. Niet van de HOI, maar wel van ik heb wel heel veel intaken gehad. Ik heb geen zin in meer mensen die mij met dingen erbij kunnen naaien. Nee. En misschien is dat nu mijn wantrouwen. Het stoort Erik dat hij de jongeren veel te laat binnenkrijgt en dan ook nog maar korte tijd krijgt om ze te behandelen. Dit zorgt ervoor dat er bijna niet naar het grotere plaatje kan worden gekeken. Kun je me heel even meenemen van de basis, dus waar begint het fout te gaan? Omdat het vaak zoveel chronische problematiek is en zoveel ondersteuning op lange termijn, dat dan zit je er goed in en dan moet je er weer uit. Die mensen hebben iets met jou, die vertrouwen eindelijk jou en dan moet je er weer uit. En dan moet dat, dat heeft de maatschappij en soms mensen bedacht, dan moeten zij uit zichzelf maar generaliseren dat vertrouwen wat ze in jou hebben naar andere mensen. Nou, mijn ervaring met de moeilijkere doelgroep is, dat doen ze niet. We hebben het soms over hele diepe depressies die zijn, soms verslaving, dingen die echt heel erg heftig zijn, laag IQ, allerlei dingen. En dan gaan we wel zeggen, dan moeten wij dat in het jaar of in die half jaar of in die 2 jaar zien op te lossen, zodat al die problemen natuurlijk die intergenerationeel doorschrijven, die ook soms chronisch in die genen zit, die moeten we dan allemaal oplossen en daarna moeten we uit en noem maar op. Ik vind het een waanidee. Ik denk dat dat gewoon niet kan. Stel ervoor, je bent arts. En jij hebt diabetes type 1, wat gewoon chronisch is. Dan ga ik ook niet na 2 jaar zeggen, nou, het was genoegen. Ik ben er eigenlijk wel een beetje klaar mee. Ik vind dat je het nu zelf moet kunnen en zoek het maar uit. Nee, je maakt een goede analyse. Er komt 1 iemand in. En als het een heel chronisch psychiatrie is, dan blijf je daar minstens tot de jongen 1,23 is. Andy, een jongen die we volgen in de serie Verloren Jongeren, is iemand die uit een gezin komt waarin al generaties lang meervoudige problematiek heerst. Hij werd als baby uit huis geplaatst. Zie je hier een kale plek? Ik wil niet graag mijn haren weghalen. Zie je het hier ergens? Ja. Ja, dat is van mijn moeder. Dat is een sigaret. Ze is in slaap gevallen, zegt ze. Maar ze geeft de zus een schuld. Ik weet het zelf niet. Maar zij weet het wel, maar ik krijg het nooit te horen. Snap je wat ik bedoel? Mijn hart breekt voor je, Andy. Ja, maar je snapt wat ik bedoel, toch? Ik snap wat je bedoelt. Ja, ik vind dat wel verrekt. Ja, ik vind het echt verrot, man. Want je zegt, krijgt kennis niet de ruimte om toegepast te worden? Nee. Hoe werkt dit dan? Ik moet het wel een goed onderscheid maken. Het wordt niet toegepast bij mijn doelgroep. Heel vaak zie je dat in die hele moeilijke gezinnen, dus de GGZ of de expertise of de kennis die er is, eigenlijk niet echt door de voordeur binnenkomt. En dat is wat mist, is dat eigenlijk op het moment dat iemand binnenkomt, dat zou mijn oplossing zijn, moet diegene eigenlijk altijd totaal gefaciliteerd worden in
Ik kom binnen en ik heb allemaal mensen achter me staan die mij kunnen helpen om op al die gebieden waar hulp nodig is, dat te faciliteren. Dus ik kom niet met z'n tienen binnen, want dan worden die mensen knettergek van. Maar ik kom alleen binnen of met z'n tweeën en ik ga zeggen, ik heb een heel goed iemand op het gebied van schulden. Ik heb een heel goed iemand, ik ben zelf geen traumabehandeling, maar ik weet echt iemand die daar heel goed in is. En die is meteen vooraardig op het moment dat ik dat zeg. Dat doen we nu met een programma in Zuidoost, dat heet Connect. Waarbij we eigenlijk zeggen, dat is mijn oplossing voor de problemen. Dat zit natuurlijk hierin. Je gaat diegene die het beste contact met de ouders heeft op dat moment, dat is eigenlijk degene waar het omheen gefaciliteerd wordt. Dat één gezicht is waar deze ouders mee te maken hebben. Stel dat we zouden doen wat jij nu zegt. Stel dat we zouden zeggen, je hebt één hoogopgeleide professional. Even misschien een ander woord voor hoogopgeleid. Nee hoor, er zijn ook gewoon gezinstherapeuten of er zijn ook een aantal jeugdzorgwerkers. Die zijn ongelooflijk goed met heel veel ervaring. En als die bijvoorbeeld mij zouden kunnen bellen van ik ben nu binnen, ik heb een hele goede relatie met de ouders, ik zie wat er aan de hand is. Zou jij bijvoorbeeld traumabehandeling bij deze jongen kunnen doen of zou je dat? Dan zou je dat ook kunnen. Kunnen we heel eventjes doorrekenen. Op dit moment, hoeveel zorg, hoeveel geld gaat er per jaar naar dit soort jongeren? Weet je dat toevallig? Nou, het hangt vanaf als je in de gesloten jeugdzorg zit een jaar lang, wat best wel veel kinderen hebben gezeten, dan kost je zeker 100.000 tot 150.000 euro. Durf je dat te zeggen, dat het uiteindelijk minder geld per jaar per jongere gaat passen? Nee, ik ben het 100% zeker. Omdat als jij mensen, dus wat jou krijgt is dat de mensen het volhouden wat nu gebeurt. En waarom het nu zo'n ramp is, de systemen werken niet goed. Die zijn niet heel veel slechter geworden. Maar wat wel speelt, is door de marktwerking en door die transitie en door eigenlijk de ZZP'ers en dan weet ik wat, zie je dat eigenlijk overal mensen weggaan. En je hebt dus heel weinig meer dat er gecentraliseerde kennis is. En ik denk dat op het moment dat ik werk in een team waar een aantal hele goede mensen zit en je hebt ook het idee, ik zit me niet machteloos als hulpverlener, want ik heb een hele goede dame van WPI die ik heb, die ik altijd kan bellen, die gaat me meteen helpen. Dan weet ik gewoon van, ik heb kans van slagen en dat geeft je kracht, want anders hou je het niet vol. Eigenlijk hebben we allemaal veel meer verantwoordelijkheid, vind ik, dan dat we dat op dit moment accepteren, pakken. Ja. Vind jij dat? Vind jij dat wij als samenleving zeker ons ook wat meer mogen inzetten op onze volledig eigen manier, wat wel dus maatwerk is? Wat ik ook heb gezien bij bijvoorbeeld oudere maatschappelijk werkers, echt gewoon hele goede mensen. En wat je zag is dat die meteen in het gezin eigenlijk gingen kijken in de bredere familie, wie is er nog meer? Is die tante Ria er? Gaan we die in hun kracht zetten? Kan die daar eventueel wat in overnemen? En dat zie je wel, dat wat iets meer ook binnen de GGZ en iets breder wel een consensus ontstaat. Dat heeft ook met wetenschappelijke kennis weer te maken, met ontwikkelingen. Dat je natuurlijk eigenlijk wel niet zomaar een kind weer even wegtrekt uit zijn familie, maar wel in die hele grote context altijd weer zoekt. Zijn er nog steunpilaren? Is er een buurvrouw die goed is? Is er iemand anders? Dan kan je misschien daar wat in doen, maar voor de rest is juist het hele normale is veel belangrijker. Dat is steeds mijn intentie, is alles steeds terugbrengen naar het normale. En minder gecompliceerd dus. Ja. Dus één toegewijde professional bij een gezin en misschien wat meer gebruik maken van de hele omgeving van een gezin. Van een jongere. Ja.